Lindsay is dol op kleding. Ze houdt zich bezig met stijlkeuzes die niet uit de mode raken en daardoor duurzaam zijn. Lindsay Dubbelt studeerde filosofie en wetenschap en techniekstudies. Ze promoveerde in ethiek en volgde tenslotte een journalistiekopleiding. De laatste jaren focuste ze zich in haar werk op de ontwikkelingen binnen duurzame mode. Ontdek de zegeningen van ruilen, vintage, consuminderen en slow fashion. Lindsay neemt ons mee in haar verhaal over eerlijke kleding. 24 april 2017 is het de vierde keer Fashion Revolution Day. Hij is ingesteld ter nagedachtenis van de ramp in de Rana Plaza fabriek. Jullie zullen misschien allemaal weten, 24 april 2013 stortte een fabriek in Dhaka, Bangladesh. 1100 mensen kwamen om het leven. Ruim 2400 mensen raakten zwaar gewond. Rana Plaza illustreerde eigenlijk wat er mis is in de internationale kledingketen. Iets wat we al veel langer wisten, maar wat toen eigenlijk wereldwijd voor ons allemaal duidelijk werd. Er zijn eigenlijk vier grote problemen. Eerste, meest bekende eigenlijk, Rana Plaza was een gevaarlijk gebouw. Het stortte in omdat het heel slecht onderhouden was en omdat er veel te veel mensen werkten. En dat was niet een incident. In alle jaren voorafgaand aan die ramp waren al werkelijk honderden mensen in Bangladesh, maar ook in Cambodja, doodgegaan door ongevallen. Een tweede groot probleem heeft te maken met de arbeidsomstandigheden van de mensen die daar iedere dag het werk doen. Kinderarbeid is eigenlijk het bekendste probleem. We horen dat er van oudsher, als er iets mis is met kleding, dan zal het wel met kinderen zijn. Helaas, dat is nog steeds zo. In katoenpluk in Oezbekistan werken ieder jaar 2 miljoen kinderen. Ze worden de velden opgejaagd, moeten iedere dag een bepaald kwotum halen van katoen dat ze plukken en krijgen daar een hongerloontje voor. En dat geldt niet alleen voor de kinderen. Eigenlijk getalsmatig is het lot van heel veel fabrieksarbeiders in de kledingindustrie is net minstens zo erg. Ik vertel jullie kort drie oplossingsrichtingen. De eerste is fair trade. Fair trade is een systeem wat werkt op basis van eerlijke lonen en gegarandeerde lonen. Fair trade is tot nu toe voor de kledingindustrie alleen beschikbaar voor katoen. En dat betekent, katoenboeren krijgen, als ze met fair trade werken, garandeerd een goede prijs voor hun katoen. En ze krijgen ook nog een premie. En met die premie kunnen ze zichzelf en hun gemeenschap ontwikkelen. Een tweede initiatief is wat je eigenlijk illustreert met deze langdurige relaties die mensen opbouwen via Fairtrade. Dat doen ook andere partijen, bijvoorbeeld Fairwear Foundation en Made By. Initiatieven die helpen vanuit Nederland of andere westerse landen om de kledingfabrikanten daar, in de landen waar ze produceren, goed samen te werken met fabrieksarbeiders. En de derde grote oplossingsrichting, die is misschien wat verrassend, dat is eigenlijk een hele tegenbeweging. En die bestaat eruit dat er steeds meer lokaal terug in Nederland wordt geproduceerd. Merken zoals iDid, die een atelier hebben in Utrecht, die zetten daar kwetsbare vrouwen aan het werk. Ik geef ze een opleiding, ze krijgen een werkplek, een werkervaringsplek. En ze kunnen zo onder goede omstandigheden werken. En het leuke voor ons is dat wij dus iets kunnen kopen waarmee we ook onze lokale economie en onze lokale bevolking steunen. Wij kunnen als consumenten ook iets doen. En dat is het mooie, met kleding dragen we iedere dag. We kopen het misschien niet iedere dag, maar we dragen het wel iedere dag. En dat biedt mogelijkheden om je kledingkast eerlijker te maken. Nou, ik wil jullie eigenlijk twee heel kort meegeven hoe dat dan werkt. De eerste is kiezen voor kwaliteit. En dat betekent kort gezegd duurzaamheid. Dus ga naar een gespecialiseerde webshop. Kies voor een duurzaam label zoals Fairtrade. Check op Rankerbrand wat merken doen, hoe ze duurzaam werken. En de tweede manier kun je indirect het verschil maken. En dat is bijvoorbeeld door te kiezen voor merken die zelf zeggen van wij zijn niet alleen netjes bezig met onze eigen bedrijfsvoering, maar wij helpen ook weer andere goede doelen. En deze jongens die hier zijn, die maken van oude visnetten, maken ze skateboards. En ze doen dat met steun van Patagonia. Dat is een merk wat duurzaam produceert, maar ook ieder jaar 1% van de volledige omzet doneert aan goede doelen. En het laatste, ook indirect, en het klinkt misschien wat triviaal, maar zeker belangrijk, is laat je stem horen.
Dus via ranker brands, via goede waar, schone kleren campagne, Greenpeace, kun je merken aansporen om duurzamer, eerlijker te produceren. En dat klinkt misschien als iets dat je denkt, ja, heeft dat wel zin? Maar als consumenten vragen om duurzame mode en om bedrijven die eerlijk omgaan met de manier waarop zij hun kleding produceren, dan kunnen we echt het verschil maken. APPLAUS.